Het is een droom die uitkomt voor Jesse. Een patatje klaarmaken ondanks een ziekte. Acute leukemie. Ja. En hoe is hij er nu aan toe? Hij is schoon en nu moeten we nog een jaar lang chemo halen tot en met maart 2018. En dan stoppen ze ermee en dan is het afwachten wat er gaat gebeuren. Hoe eet jij je patatje nou het lekkerst? Want wat is dit? Curry. Wat vind je het lekkerste met patat? Geen pindasaus? Nee. Geen mayonaise? Nee. Curry? Ja. De wens van Jesse komt niet zomaar uit de lucht vallen. Door de medicatie heeft hij een obsessie voor patat ontwikkeld. Die smaak, alleen zout en vet, dat proeven ze nog. En dat smaakt nog wel redelijk normaal. En ja, dan begint hij 's ochtends, als hij wakker wordt, komt dat in zijn hoofd. En dat kan hij dan niet meer loslaten, totdat hij het heeft gehad, zeg maar. Zullen we anders eventjes een patatje proeven? Zullen we dat gewoon doen? Ja. Nou, pak er maar één. Zo. Eentje. En met curry natuurlijk, hè? Want dat vind jij het lekkerst. Hoe smaakt die? Lekker. Dat dacht ik ook.